ik moet zeggen, het is fantastisch om, om profvoetballer te zijn. En ook om bij Go Ahead Eagles te voetballen. En, ja, mijn dromen staan mij wel uitgekomen. Ik moet zeggen, als ik een bal zie rollen, dan wil ik, het eerste wat ik dan wil is erachteraan gaan. Maar ja, als ik echt even tot mezelf wil komen, dan pak ik een boek en dan ga ik op een stil plekje zitten waar ik niet afgeleid kan worden. En dat ik helemaal in het verhaal op kan gaan, dat vind ik ook wel eens lekker. Was je ook alleen maar aan het voetballen of las je ook? Nou, ik moet zeggen dat ik eigenlijk overdag was ik alleen maar aan het voetballen. En dan s'avonds als ik naar bed ging, dan was ik eigenlijk altijd aan het lezen. Altijd een uur, anderhalf uur voordat ik ging slapen. Dan leende ik een boek in de bibliotheek en dan ging ik s'avonds lekker lezen. En dan vooral van die spannende boeken. Ja, dat nu is zeker wel minder. Nou, ik moet zeggen dat het nu juist een beetje meer is geworden. Hè? Hoe ouder je wordt, hoe meer je weer een beetje gaat lezen. Wat is je lievelingsboek eigenlijk van vroeger? Nou, ik moet zeggen dat ik vroeger altijd heel veel boeken van Jan Terlouw las. En ik was daar eigenlijk altijd wel fan van. Maar welke me nog het meeste bijstaat, dat is Piotr. Het gaat over een Russisch, volgens mij was het een Russisch jongetje. En dan zijn vader zat in de gevangenis. En dan ging hij volgens mij heel veel dingen voor zijn moeder doen. En hij maakte heel veel dingen mee. Dus dat vond ik een heel leuk boek om te lezen. Wij gaan op school 400 boeken lezen. Oké, nou, ik wil een wetje met jou leggen dat jullie dat niet lukt. En als jullie dat wel lukt, dan ga ik een keer in een interview, ga ik jullie de groeten doen. Oké. Is dat een deal? Ja, is goed. Oké. Ik heb net een weddenschap afgelegd met Jesse. Nu daag ik jullie allemaal uit om zoveel mogelijk boeken te lezen voor het project Score een Boek. Dus succes ermee allemaal.